En hij staat nu bij dat water een beetje te dralen. Nee, hij is nu aan de andere kant. Hij is er omheen gelopen. Heeft hij jou gezien? Ja, ze lopen nu samen naar binnen. Vanavond een race tegen de klok om een man achter de tralies te krijgen die ruim een half miljoen euro heeft gestolen en die elk moment het land kan verlaten. En een ondeugend onderwerp. Ja, Kees is aangekomen en zijn nu op de telefoon even in overleg. Waarbij we een laffe seksafperser terugpakken. Wie ziet ons? Er zit er eentje in Accra. Het is de schrik van elke potentiële vreemdganger. Je ontmoet op het internet een spannende dame. Je stuurt een paar pikante foto's van jezelf. En opeens blijkt die dame een kerel te zijn die je afperst. Wij gaan eens proberen om zo'n lowlife terug te pakken. Een poosje geleden ben ik gebeld door ene Bob. Hij wil anoniem blijven en dat is begrijpelijk. Want zonder dat zijn vrouw dat wist, bezocht hij de site sekschatten.nl. En daar ontmoette hij de zwoele Lily. Zij stuurde dan zijn foto's en weet je wel, een broer gehad en hoe zie je er dan uit. En die grote, en ja, die heb ik wel aan op gezien. Weet je wel, een beetje gekheid. Maar dat deed je dus. Ja, en daar is het eigenlijk bij gebleven. En, Maar stuurde zij ook pikante foto's van zichzelf? Ja. En ja, weet je, en op een gegeven moment kreeg ik de volgende dag zo van, ik heb die foto's, die staat herkenbaar op. Ik zei, nou ja, volgens mij niet, maar goed. Ik had alles op internet en had ook het profiel van mijn vrouwtje nog gevonden via Facebook. Oh nee. En ik had alles had ik erop zetten en ik ga alles sturen. En, maar dat kan allemaal voorkomen worden als je mij 750 euro betaalt. Ik zei, ja, als je dat wil, dan moet je dat doen. Ik zei, want betalen gaat niet, dus dat is heel makkelijk. Ja. Ja, eigenlijk loop ik toch iedere dag als je thuis komt, en je ziet van ja, hebben ze niet, heel Facebook op schop gezet en staan mijn koffers er buiten. Bob heeft niks bewaard van deze dreigchats, want in paniek heeft hij alles meteen gewist. Maar hij heeft wel deze melding gedaan op meldnu.nl met daarbij het nummer van de afperser. En als je dit nummer googelt, blijkt dat Lily soms ook Melissa of Demi heet. En dat er meer slachtoffers zijn van deze sextortionpleger. We geven het telefoonnummer van de afperser aan onze IT-man Danny. Twee dagen later heeft hij al nieuws. Rusted brandy in a diamond glass. Everything is made from cheese. Time is made from honey, slow and sweet. Waar ga jij die auto? Hi Kees. Hoezo? Oh, ja, nee, helaas niet. Nee. Hey, wat heb je gedaan? Op basis van dat telefoonnummer heb ik hem een bericht gestuurd. Zodat er iets in zijn telefoon kwam waardoor wij locatie krijgen. En waar kom je uit? In Delft. We moesten hier naar Delft komen. Ja, klopt. Je komt in Delft. Het is ook in Delft. Ja. Ik heb een bericht gestuurd dat hij iets moest doen. Zodat hij 30.000 euro zou krijgen. Dus eigenlijk een beetje een val opgezet. En daar is hij ingetrapt. Oh, je hebt een bericht gestuurd zo van alsof je de verkeerde persoon gaat. Precies, alsof het verkeerd verzonden was inderdaad. Ja. Om bij die zogenaamde 30.000 te kunnen, moest de afperser wel even toestemming geven voor toegang tot zijn selfiecamera. Kennelijk was zijn hebberigheid groter dan zijn waakzaamheid. Want hij klikte op ja. En zo maakte hij met het afperstelefoontje deze foto van zichzelf. Zonder te beseffen dat die meteen naar Danny werd verzonden. De man die Lily speelt en mensen afperst met seksfoto's is zelf de sigaar. Hier ligt hij op zijn bed in een door ons uitgepaard gebouw in Delft. Dat is een fikse tegenvaller. De locatie blijkt een enorme flat van 11 verdiepingen te zijn. Met een GPS-nauwkeurigheid van een meter of 10 kunnen het opeens dus zomaar 35 woningen zijn. Thank you.
Helaas zijn veel mensen niet thuis. En de mensen die open doen, lijken niet op onze man. Na een uurtje aanbellen en rondvragen zijn we niks wijzer geworden. Daarom zetten we er maar een recherchebureau op. En dat levert meer op. Ik kom er nu in rijden. Ja, ja, ik zie je. Waar sta jij? Ik doorrijd ongeveer een 100 meter voor je. Ik stap wel even uit. Ik zie die outline. Nee, blijf maar zitten. Ik zie hem. Ik zie hem. De zoekactie is flink gaan rondzingen in de flat. En een van de bewoners heeft de privédetective toegefluisterd dat ze de man van de foto kent. Hij heet Ali. En ze weet ook op welke verdieping hij woont. Ja, Kees is aangekomen en zijn nu op de telefoon even in overleg. Kijk, andere kant zie ik een vrouw. Die kijkt bellend naar beneden, links. Die is aan het opletten. Die ziet ons. Dat zit ik me dus af te vragen. Misschien is het dan handig dat wij ons even verplaatsen, zodat ze het idee hebben dat we weggaan. Ja, of ze ziet mij al, dat kan ook nog. Uiteindelijk besluiten we toch maar gewoon naar binnen te gaan. Omdat deze buurt niet al te best bekend staat, lopen de privédetectives even mee. Ik bel meteen aan bij degene die ons net nog aan het bespieden was. Hallo. Hi. Hi. Ik zoek Ali. Ik wil hem even iets vragen. Hier woont geen Ali. Maar als ik de foto laat zien... Oh, dat is dan de laatste deur. De laatste deur. Dag mevrouw. Onze komst is blijkbaar geen verrassing meer. Is Ali thuis? Ik wil hem even spreken. Dit is Ali, hè? Ali niet thuis. Ik wacht. Ja? Zeg maar dat hij moet komen. In plaats van Ali krijg ik een ander familielid te spreken... die me meteen een telefoon geeft met de advocaat van Ali aan de lijn. Ik wil Ali heel graag spreken, want wij hebben hem betrapt op een behoorlijk strafbaar feit. Ja, dan ga ik hem heel even bellen. Ik kan u gewoon nu vertellen dat hij dus niet in Nederland is. Dan ga ik hem hier even over bellen. En dan wil ik misschien nog wel van u in ieder geval via de app dan bevestigd krijgen... dat u geen aangifte zal doen. En uw, nou, het of het slachtoffer, laat ik het even zo benoemen, ook geen aangifte zal doen. En dat u dus ook de identiteit van mijn cliënt niet... kenbaar zal maken, op geen enkele wijze. Nou ja, Ali zal ik alleen zeggen, geen achternaam en geen adres. Nou ja, dat is prima. Hallo. Dag Ali, hier spreekt met Kees van der Spek. Hoi Kees. Hoi. Ik heb je gevonden, hè? Ja. Je wist dat we naar je op zoek waren? Ja, ik heb het gehoord. Ja. Weet je waarover het gaat, waarop ik je betrapt heb? Wat heb ik gedaan dan? Sextortion. En volgens u doe ik dat? Nou, ik weet zeker dat je dat doet. En hoe kom je daarbij? Jongen toch, je weet niet in wat voor pakket je je bevindt. Je hebt geen idee. Nee, ik doe dat niet, dat is duidelijk. Jij doet dat soort dingen niet. Waarom heb jij een advocaat? Nou, als iemand zoals jij voor mij te staan. Ik heb geen advocaat. Hoe vaak ben je opgepakt? Dat gaat jou helemaal niet aan. Je bent gewoon een crimineel en je perst mensen af. Je, met seksfoto's. Ik heb het tegen je moeder ook verteld, die weet het ook. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe je niet. Doe ik niet. Je hebt een skit voor je, dat doe ik niet. Een telefoonnummer waar jij mensen mee hebt afgeperst. Nou, dit telefoon is ik heb helemaal niemand af. Ja, dat doe je wel. Ik heb gewoon spijkerhard bewijs en dat ga ik laten zien ook. Tot ziens.